Minister Penneu gaat in op ontslag onbevoegde leerkrachten. Elektriciteitsproject EBS gisteren gelaunched. En Brazilië handhaaft mijnbouwverbod in Amazonegebied. Goedenavond, dit is het avondjournaal op dinsdag 26 september 2017. Mijn naam is Randy Kromo-Diharjo. Allereerst een persbericht van de STVS. De STVS is na ruim een dag weer in de lucht. Vanwege een technische storing aan de zender vielen alle kanalen uit. De programmering wordt nu weer opgepakt, waardoor onder meer het journaal vanavond normaal kan worden uitgezonden. De werkzaamheden worden morgen voortgezet, maar de kijker zal hiervan geen last ondervinden. Zo stelt de directie ook meteen de voetballiefhebber gerust, want de Champions League wedstrijden kunnen vanaf vandaag weer worden bekeken via uw nationale zender. Mede namens directeur Steven Rodriguez, dank voor alle kijkers voor het geduld en het vertrouwen in de STVS. Het ontslaan van leerkrachten kan alleen gebeuren als zij niet bevoegd zijn om onderwijs te verzorgen. Deze maatregel past helemaal in het streven van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Gisteren heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de Bond van Leraren en Associatie van Leerkrachten in Suriname, Wilgo Valies, en de onderwijsminister Robert Penneu. Penneu belegde vandaag een persconferentie naar aanleiding van dit gesprek. Er zijn ook andere maatregelen aangekondigd die ertoe moeten leiden dat uiteindelijk de schoolresultaten worden verbeterd. We hebben op dit moment, zijn we bezig op LBO, wederom een examen te doen, omdat de LBO voor het eerst examen hebben gedaan. Daarin zijn we al maatregelen aan het treffen. Maar wat we zeker nu al proberen te doen met deze maatregel, dat we zorg dragen dat de leerkracht niet overbelast raakt, waardoor de concentratie op de leerstof beter wordt. Andere evaluatierapporten gaan nog komen. MULO-onderwijs wordt geëvalueerd, LBO wordt geëvalueerd. En van daaruit zullen wij kijken hoe we uiteindelijk komen tot kwaliteitsverbetering. Het ministerie moet uiteindelijk alleen uit bevoegd kader bestaan. Waar de onderwijsgevenden aan moeten voldoen, geeft Penneu aan. Laat me dit van zeggen. Wij streven onderwijs naar volledig bevoegd kader. En het is belangrijk om de samenleving uit te leggen. Wanneer wij praten over volledig bevoegd kader voor de basisschool, dan praten we over bezitters van een onderwijsakte en een GLOW 1 akte of hoofdakte. Of de nieuwe leerkracht onderbouw, de nieuwe leerkracht bovenbouw. Wanneer wij praten over volledig bevoegd kader voor een MULO-school, dan praten we over bezitters van een MOA of minimaal 2x LO-akte. Wanneer wij praten over bezitters van een VOS-onderwijs, dan praten we over volledig bevoegd kader mensen bezitters van een MOB of doctoraal diploma. En daarna streven we. Het ontslaan van onbevoegde leerkrachten moet op geen enkele wijze worden bestempeld als een confrontatie. Penneu gaat in op wat nodig is voor rust in het onderwijsveld. Laat me dit van zeggen. Wanneer wij beide het belang van het kind centraal stellen en wij beide zorg dragen dat regelgeving moet leiden tot ordening en kwaliteitsbewaking en de vakbonden zich kunnen indenken in deze kwaliteitsverbetering, gaat automatisch de rust terugkeren. Wanneer in de communicatie, wanneer je een argument brengt en uiteindelijk de persoon openstaat voor jouw argument en ook kan indenken waarom die verandering, dan zal uiteindelijk die verbetering leiden tot rust. Toen ik sprak met de voorzitter van de Bond van Leraren, heeft hij zelf bij de tafel aangegeven van minister, we moeten werkelijk komen tot goede regelgeving over uren. Hij haalde zelf aan dat nepotisme, dat polarisatie van ja, dan help je mevrouw X omdat je van mevrouw X houdt en mevrouw E niet. In dit systeem van uren worden ook alle vakbondsmensen beschermd. Wij van het ministerie hebben niks tegen de vakbond. De vakbond is voor ons een leidraad
om daar waar nodig is veranderingen te brengen. Minister van Onderwijs hier heeft niks tegen wie dan ook. Ik probeer op een technocratische en rationele wijze eindelijk te werken aan regelgeving. Wanneer we luisteren naar de vele commentaren van de vakbond, dan heeft het ten eerste te maken met regels die ontbreken. Ten tweede heeft het te maken met kwaliteitsverbetering die moet komen. Ten derde heeft het te maken met professionalisering van leerkrachten en onderwijsgevenden in het beroep. En ten vierde heeft het te maken met scholen adequaat bemannen met ondersteunend personeel om die kwaliteitsverbetering teweeg te brengen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moet rekening houden met al deze actoren in het veld en al de commentaren die men levert om die kwaliteitsverbetering te brengen. En het is mij als minister dat ik zorg dat die ordening en die regelgeving binnen het onderwijs leidt tot die kwaliteitsverbetering. Morgen wordt een vergadering belegd door de BVL en ALS. De launch van het elektriciteitsproject van de NV Energiebedrijven Suriname vond gisteren plaats in het Marriott Hotel. In dit project wordt het stroomnetwerk verbeterd en uitgebreid. Er werd aangegeven dat problemen in bepaalde gebieden worden verholpen. Marcel Eindhoven, de technische directeur van de EBS, gaat daarop in. De problemen zijn, die ervaren wij dus bij het opereren, bij het werken zelfs. De manier van werken, we hebben bepaalde beperkingen opvangen van als je moet werken, dus de flexibiliteit binnen het systeem. Bepaalde delen is het systeem, zijn de lijnen, om het zo te zeggen, meer dan normaal belast, waardoor er vaker verstoringen en fouten optreden die dan een negatief effect hebben op de bevolking. Door het uitvoeren van deze projecten kunnen we dan nieuwe stations bouwen, nieuwe stations bouwen, nieuwe lijnen bouwen, waardoor de belasting weer evenwichtig verdeeld wordt en het effect dan voor veel beter wordt voor de bestaande klanten. Wat je dan ook krijgt, is dat we dus ook nieuwe klanten die dus nu aanvragen hebben lopen voor aansluitingen die we in het verleden hebben moeten beperken om allerlei technische redenen, die kunnen we dan straks voluit gaan voorzien in alle behoeften die ze hebben. De betrokken gebieden bij dit project zijn Paramaribo Noord, Paramaribo West en delen van Nikeri. Maar het zal niet alleen bij deze gebieden blijven. Ook andere delen krijgen aandacht met financiering door anderen. Die lopen via andere fondsen die we hebben. We hebben dus ook de projecten lopen vanuit de IDB. We zijn ook bezig via de Indiaanse overheid, de overheid van India, om daar via een creditline, zeg maar het zuiden van Paramaribo, eigenlijk het zuiden van Suriname, dus richting Sanderij en die omgeving te gaan versterken. En dan hebben we dan een derde project lopen, een vierde project lopen, dat ook iets niet zo lang termijn gaat spelen, dat dan te maken met de Islamic Development Bank. En die gaat dan ook het centrum verder gaan versterken van het geheel. Voor dit project is een lening met de Caribbean Development Bank ter waarde van $65 miljoen gesloten. De EBS komt in met $30 miljoen. De lening van de Caribbean Development Bank, CDB, aan de energiebedrijven EBS is de grootste lening die is verstrekt binnen de regio voor kapitaalinvesteringen. De vertegenwoordiger van de CDB, Daniel Best, gaat in op de relatie tussen Suriname en de CDB. Given the short space of time with Suriname has been a member of the bank, I think the partnership, the relationship between Suriname and the Caribbean Development Bank has been a very, very exciting one, in which we have covered a range of sectors in water and sanitation, in energy and in education. And I think the outcomes for Suriname are going to be quite tremendous moving forward. Gedurende de uitvoer van het project in de komende 3 jaren zal de CDB de EBS begeleiden. Best heeft volledig vertrouwen in de NV Energiebedrijven Suriname. There will be certain deliverables over the course of the project. But the bank will support Suriname throughout, the government of Suriname, specifically EBS and the project team, throughout the project. Bank staff will visit regularly and will be in constant dialogue with EBS to ensure that the consultants are performing in the manner that they should be performing in, to ensure that the contractors are performing to the metrics as specified
in the loan agreement. But you know, EBS is a mature, very effective, efficient power utility organization, and we are confident that they have the capacity to implement the project in the best manner for the government and the people of Suriname. Een groep van 49 nieuwe leerkrachten is vandaag toegesproken door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneu. Deze bevoegde leerkrachten hebben de opleiding De Nieuwe Leerkracht met succes afgerond en worden ingezet in het binnenland. Van de 49 leerkrachten is Giovanni Kargaraskamp één van de twee mannen. Hij vertelt over zijn verwachting van het werken in het binnenland. Positieve comments gehoord daarvan en dat het wel x dingen is, hoe noemt men dat? Dus dat het wel redelijk is, woonbaar is, maar het enigste waarmee we zitten is het elektriciteit en we moeten ons gaan aanpassen daarmee. En ik denk wel, ik ben wel positief ingesteld en ik denk wel dat het wordt wat het moet worden. Robert Peneu had er in zijn motivatiegesprek over het behandelen van het kind volgens pedagogische en didactische regels. Ga niet die leerling slaan. Want als je in een dorp bent, ga je geleverd zijn. Begreep je? Maar toen jullie broer zo zeggen, tranquilo. Met kan je vies. Ga op een pedagogische, didactische manier om met dat kind. Madela Dinosa, die ook naar het binnenland vertrekt, vertelt dat kinderen daar ook goed opgeleide leerkrachten nodig hebben. In eerste instantie vond mijn moeder dat ik niet moest gaan, maar ik heb er gezegd dat ik naar het binnenland wil gaan en die kinderen daar hebben ons ook nodig. Dus waarom zou ik niet naar het binnenland mogen gaan? Dus toen zei ze me van ja, je kan gaan, maar wees voorzichtig. Deze leerkrachten vertrekken reeds volgende week in groepen naar verschillende delen in het binnenland. Eva Service Bureau, een evenementenbureau, organiseerde in het afgelopen weekend het Blended Flavors Suriwet Fest in Partycentrum Soleil. Op dit festival werden de verschillende culturen die Suriname rijk is en de invloed die zij hebben op het trouwen extra belicht. Eva Isselt, directeur-eigenaar van het bureau, en Ashna Shan, division manager, vertelden over het werk dat vooraf ging aan het event en het doel dat zij als organisatie wilden bereiken met Suriwet Fest. 2 jaar geleden is het project Blended Flavors Suri Wetfest ontstaan. Het is eigenlijk een wedding festival, dus Wetfest staat voor wedding festival. Waarom we dit festival organiseren, is omdat we vele trouwbeurs hebben gezocht, nationaal, internationaal. En we zagen dat voornamelijk de westerse cultuur werd gepromoot. En ik dacht van ik wil een trouwbeurs doen, waarbij ik mijn eigen Surinaamse cultuur promoot. Mijn eigen Surinaamse trouwtradities. En zo is het idee ontstaan. We zijn al 2 jaar bezig om het plan op te zetten. Het maken van het plan is leuk, maar je moet ook werkbaar zijn. Je moet partners vinden om dit uit de grond te krijgen. En ook veel creativiteit. We hebben hulp gekregen van stagiaires om dit alles met jonge mensen ook in elkaar te zetten. Het heeft veel voeten in de aarde gehad. Het is niet makkelijk geweest, omdat het iets nieuws is. Men wist niet wat een wedding festival was. Men weet meer wat een beurs is, maar nog niet wat een festival is in Suriname. Dus dat moesten we alvast bekendmaken. We moesten echt mensen overtuigen dat het iets is dat nodig is in Suriname. Maar niet alleen hier, maar ook voor het buitenland. En we moesten echt echt opnieuw beginnen, zeg maar, en het vertrouwen winnen van de mensen. En het is gelukt. Zonder een exposante hebben we geen beurs. Dus ik ben blij dat de mensen het vertrouwen in ons hebben gesteld en hebben geparticipeerd. Dus met het Wedding Festival wil ik eigenlijk ook een platform creëren voor Surinaamse producenten. Van producten, van diensten, dat we eigenlijk meer naar buiten komen. Toch met onze productie, met onze diensten, met onze talenten. Want er is veel potentie in Suriname. En eigenlijk met dit werkfestival creëer ik een platform voor leveranciers binnen de trouwbranche. Een exposant Jennifer Samiran vertelt over haar expertise en waar invulling aan wordt gegeven bij het plannen van een event.
I've been working for child party services, all inclusive, for over 10 years. So I know exactly what moms want, I know what brides want, and how to lower their cost, but get a beautiful, well-rounded party, whether it's a kids party or a social event, old people's party, like 90-year-old party. We can host all kinds of events because I know the knowledge, I know how to talk to the vendors to lower cost, and I know the visual, what people are looking for. The essence of a party is that people go home and they still talk about your party a year later. And that's what we offer, 100% customer service. I wanted a venue that wasn't just a venue, that it was the one-stop place where all your dreams come true. Whatever's in your head comes to life, but you don't pay a hefty price for it. So we help you call the vendors and make sure that, yes, your wedding comes true. Twee bezoekers gaven aan dat zij zich door het festival beter kunnen voorbereiden op hun voorgenomen huwelijk. Ik heb van die beurs gehoord en ik vond het interessant, goed om erbij te zijn, om te weten dus wat ze allemaal hier te bieden hebben, te promoten hebben. Om in het verlengde daarvan me beter te kunnen voorbereiden. De meeste dingen herkende ik wel, maar dat van decoratie heeft me een beetje aangetrokken. Ik ben wel nog niet uitgekeken, maar wat ik tot nu toe gemerkt heb, heeft me wel geraakt, ja. En wat vindt u van dit evenement? Is het iets waarvan u zegt dat het zeker terugkerend moet zijn? Absoluut, absoluut. Vooral voor de koppels die plannen hebben om te trouwen, is het raadzaam om zo'n evenement in een terugkerend karakter te doen krijgen. Stichting Kibi is zeer tevreden met het verloop van het vijfde Mungo Festival. Het driedaagse cultuurevenement is in het weekend met een divers programma afgesloten. Marcel Pinas van de organisatie gaf tijdens de afsluiting zijn bevindingen aan. Wat heb je gedaan met Julia? Je bent een rat! Aangezien het Mungo Festival primair staat voor talentontwikkeling, kregen de jongeren van Mungo tijdens de afsluiting weer de ruimte om hun talenten te tonen. Met het stuk over Romeo en Julia is er wederom aangetoond dat het bruist van talenten in district Marwijnen. Julia! Wie ben je? Je moeder wil spreken. Het gaat om jongeren van Albina, Eroarte, Alfonsdorp, en Mungo en omgeving die we dan hebben getraind in de afgelopen periode. We hebben twee begeleiders samen met Tole Alexander en die hebben de jongeren begeleid om zeg maar een stuk van Romeo en Julia uit te voeren. En dat is heel fantastisch, want je ziet andere dingen nu in die jongeren, weet je, je ziet ze groeien en dat vind ik heel fijn om mee te maken. Het is hier een broeinest van talent en dat heeft ermee te maken dat de jongeren hier zijn expressief, ze zijn heel goed met hun lichaamstaal en ik heb echt kinderen gezien die in 4 weken zulke snelle stappen zetten dat ik echt, echt hoop dat er meer onderwijs gaat komen op dit gebied van theater en van kunst, omdat ik denk dat het kinderen ontzettend stimuleert. Door middel van kunst leer je heel veel over jezelf. Je leert jezelf uit te drukken, je leert wie jij bent, wat jij mooi vindt en dat helpt je ook weer in het dagelijks leven. Dus kunst is heel belangrijk voor de uiting en het volwassen worden. Het succes van het vijfde Mungo Festival is mede door inzet van de plaatselijke gemeenschap behaald. Elke avond heeft de organisatie duizenden bezoekers gehad, wat trouwens ook een van de doelen was. In principe, we mogen tevreden zijn. Het idee is bij de mensen aangeslagen en ze hebben het proces ondersteund. En ik ben hun dankbaar, want wie het draait of keer, we doen het voor hun. We willen een boodschap naar de gemeenschap toebrengen. En zij komen om die boodschap, naar die boodschap te luisteren. En dat vind ik heel bijzonder. De bom is altijd de Polo Botto Show, want dat is zo uniek. Want van het jaar was het iets extra. En het extra wat erbij kwam is dat
die onze andere culturen hebben meegedaan. De Hindustanen, de Japanen, de Indianen. Weet je, en dat is Suriname en dat moeten we verkopen. En als we dat in Mungo kunnen doen, man, daar hebben we ons doel bereikt. Je moet je voorstellen, mensen hebben dit nodig. Vertier, om beter te kunnen leven moet je genieten van het leven. Om beter te kunnen leven moet je zeg maar jezelf kunnen vinden. En door middel van dit soort activiteiten bouwen we die zelfvertrouwen. Weet je, zodat we beter kunnen produceren. Dat is wat we nu in het land nodig hebben. En dat slaat aan. En mensen willen daarvan gaan genieten. Weet je, en dat vinden we zo fantastisch. De kaimi fiman, maar aboko pisiketi jawana ite. Temi wani dai, ai fukawi. Pinas geeft verder aan dat er al een concept voor het volgende festival is ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook grotere doelen voor ogen die op de uitbreiding van het festival zijn gebaseerd. Met de ontdekte talenten tijdens het vijfde Mungo Festival heeft de organisatie ook een planning in de pijplijn. We gaan wat nieuwe dingen doen. Nadruk wordt gelegd op beeldende kunst, maar is muziek, er is theater en dans. En nu al wil ik de mensen meegeven dat we die poloboto op de zaterdag gaan doen. Waardoor mensen die aan het werk zijn de gelegenheid hebben om zaterdag de hele dag in Mungo te zijn om de poloboto mee te maken. Dus dat is wat we gaan omgooien. Een uitgebreid verslag van het vijfde Mungo Festival zal op 10 oktober uitgezonden worden door de STVS.